start gevallen. Chacha Blue is het snelste weg, met afstand het snelste weg. Aan de buitenkant Giel Wildhagen met kolonel Nieuwpoort. Daarachter aan de relingzijde Jeffrey Miras die mee rijdt met Canisares Boko. Zo gaan de paarden op weg naar de eerste bocht. Chacha Blue, kolonel Nieuwpoort, Canisares Boko, dat zijn de eerste drie. En kolonel Nieuwpoort aan de buitenkant gaat nu ook Chacha Blue voorbij. Kolonel Nieuwpoort nu vooraan, daarachter Chacha Blue, dan Canisares Boko. De vierde plaats voor Boteun Lion. Op de vijfde plek ligt de 1 Cashflow. En zo komen de paarden de rechte lijn voor de tribune in. Hoog tempo, er is ook een tweede pelotonnetje. Dat wordt aangevoerd door Andreas Starlake. Paard in de rechte lijn. Straks nog één ronde te gaan. Giel Wildhagen kijkt over de schouder. Laatste keer dat hij met een paard aan kop lag was afgelopen vrijdag in Wolfgaan. Toen bleef hij ook aan kop. Dat is hij nu weer van plan met kolonel Nieuwpoort. Maar aan de buitenzijde komt met hele grote stappen de favoriet naar voren. En dat is Dinant Convital. Dinant Convital gaat naar plaats 2 en zo gaan we de laatste kilometer in. Kolonel Nieuwpoort, Dinant Convital. Daarachter aan de relingzijde Chacha Blue. Vierde plek aan de relingzijde Canisares Boko. Vijfde in het tweede spoor is dan Boteun Lion. Daarachter zesde ook in het tweede spoor, de 1 Cashflow. Daarachter volgt dan Chelsea Norg met Jan-Henk Jansen. En daarachter aan de relingzijde Andreas Starlake. En de laatste plaats is voorlopig voor Bas Grebas met Discovery's Wish. Zo zijn de paarden voor de laatste keer in de rechte lijn overzijde. Kolonel Nieuwpoort heeft nog altijd een halve lengte op Dinant Convital. Daarachter gaat makkelijk mee Chacha Blue en ook hetzelfde geldt voor Boteun Lion. Paard op weg naar de laatste bocht. Leiding nog altijd met een lengte voor kolonel Nieuwpoort. Binnenstangetje er even bij en zo gaat hij de laatste bocht aansnijden. Kolonel Nieuwpoort, daarachter Chacha Blue met aan de buitenkant Dinant Convital. Daarachter volgt Boteun Lion. Moet het ruggetje van Dinant Convital even loslaten. Door het derde spoor gaat u naar voren. Uitgeschakeld nummer 2, galop nummer 2. Paarden waren inmiddels halverwege de laatste bocht en komen nu de laatste rechte lijn in. En de leiding nog altijd aan de relingzijde voor kolonel Nieuwpoort. Kolonel Nieuwpoort, Dinant Convital, door het derde spoor komt Cashflow. Zo zijn de paarden in de laatste 200 meter. Midden van de baan nu iets voorsprong voor Dinant Convital. Dinant Convital heeft overgenomen. Pakt Minima zijn derde of komt kolonel Nieuwpoort nog een keer terug? Nee hoor, Dinant Convital, de derde winnaar voor Dennis Minima. Die komt binnen. Tweede plaats is voor kolonel Nieuwpoort. En derde aan de buitenkant. Super gelopen, Chelsea Norg. Winnaars officieel, dames en heren. De hele uitslag is officieel. Winnaars geworden, paard nummer 9, Dinant Convital. Dennis Minima de rijder. De winnende tijd was 1.17 rond. 1.17 rond, de winnende tijd voor Dinant Convital. Wint hier de Peert van Omelux prijs. En dat is de prijs voor het paard wat het meeste koers hier, of tenminste de meeste punten zal gaan halen voor de koers hier in Groningen. En deze Dinant Convital deed eigenlijk het equivalent daarvan in Alkmaar. Dat heet het paradepaard. Dat was hij daar. En wellicht kan hij en het paradepaard winnen. En kan hij hier in Groningen Peert van Omelux worden. Alle mannen eromheen van de Spangahoeve. Liefhebbers puur sang. En deze Dinant Convital is inmiddels een zesjarige ruin van Titus Bokart. Lilanius Love. Gefokt door Gerard Molhoek. Inmiddels dus eigenaar van de Spangahoeve. Die er een boel plezier aan hebben gehad. En Bas Krebas is de trainer. En Dennis Minima is de succesvolle rijder. Dennis, heerlijk paard. Heel lekker paard. Ja, dit blijft een fantastisch paard om te rijden. Hij is vorige keer gewoon een beetje koersmoe. Daarom sprong hij die laatste pakket. Hij was een beetje koersmoe, maar hij is nu nog lang niet koersmoe. Want het is dat Dennis ook een sterke arm heeft. Anders dan, waren we nu plat geweest. Maar Dinant Convital is nog vol dadendrang. Dus laat u een mooi applaus horen. Want hij kan nog een boel, deze Dinant Convital. Groot applaus alstublieft.